de agrarische sector kan niet meer zonder. Dat is gewoon ondenkbaar. Kijk maar om je heen hoeveel bollen er tegenwoordig zijn. Die moeten allemaal gepeld worden, die moeten in de grond, uit de grond. Maar ook de kool en noem alle agrarische producten maar op. Daar werken we eigenlijk alleen maar met Poolse mensen. En simpelweg omdat die het werk ook gewoon aankunnen, die het werk leuk vinden. Dus ze willen dat en ze kunnen dat. Wat kenmerkend is voor Poolse mensen, dat ze gewoon willen werken. En dat betekent helemaal niet dat ze op het laagste niveau willen werken. Want wij zijn ook, er zijn ook bedrijven die leiden ze op tot teamleider of zelfs tot meer. Maar daar zijn ze ook gewoon gewend om hard te werken, veel uren te maken. En dat is in Nederland vaak bij 40 uur houdt het op. En hun zeggen, ja, ik wil 48, soms wel 50 uur werken. Dat maakt ze helemaal niet uit. Ze verdienen hier gewoon goed. En dat is ook, tenminste voor degene die dan hier tijdelijk werken, dat is meestal voor 8 of 9 maanden. En dan gaan ze weer terug. Maar we hebben ook mensen die hier zich gaan settelen. Die kopen een huis of huren een huis. We hebben een aantal mensen die dat al gedaan hebben. Die volgen de cursus Nederlands en die denken, nou, ik ga gewoon hier wonen. Ik vind het zo plezierig in Nederland. En die blijven hier gewoon.